Je team verliest vandaag met 1-4 van HSC Hardenberg. Op papier is het een tegenstander die hoog in de tweede divisie staat. Jullie waren 5 wedstrijden op rij ongeslagen. Hoe hard komt deze nederlaag aan dan? Ja, het is een lastig te bespelen ploeg. Hè. Het is een ervaren ploeg en ook kwalitatief een goede tegenstander. Ik kijk niet zozeer naar series en zo, 5 ongeslagen, dat soort dingen. Daar zijn we niet heel erg mee bezig. Wij zijn vooral bezig met ontwikkelingen voor jonge spelers. En die kans hebben ze vandaag ook weer. Ze hebben vandaag ook kennis gemaakt met de top van de tweede divisie. En dat is Hardenberg. En daardoor zijn we dus ook, hebben we dus ook verloren in de kwaliteit in de eindfases. Jullie komen al na 18 seconden op achterstand. Ja, hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Ja, dan begin je niet goed natuurlijk. En dat kan allerlei redenen hebben, veroorzaken, waarbij je in het begin of niet scherp bent, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon ook even goed valt, hè, bij ze. En de eerste bal gelijk goed en dat die er dan invliegt. Ja, maar het is niet lekker, dat is wel duidelijk. Eigenlijk in het eerste kwartier is HSC misschien wat beter. Daarna komen jullie wat meer in de ploeg of in de wedstrijd. Krijgen jullie wat kansen, maken jullie uiteindelijk ook de 1-1. Daarna kom je dan eigenlijk uit het niets weer op achterstand. Wat kan je ze dan in de rust meegeven als je de kleedkamer opzoekt met een 1-2 achterstand? Nou ja, je kijkt vooral naar hoe kunnen we nou spelers nog meer in hun kracht krijgen. En hoe gaan we dat dan de tweede helft beïnvloeden zodat we dat voor elkaar krijgen. En ik denk dat we daar vooral op gaan inzetten. En het is ongelukkig dat je dan die 2-1 tegenkrijgt. Omdat ik vond dat we het grootste gedeelte van de eerste helft waren we echt de betere ploeg. En dat was ook de tweede helft zo. En dat is een compliment naar mijn ploeg toe. Dus voetballend kunnen we goed mee. Alleen waar het voetbal uiteindelijk om draait. In de fases echt doelpunten voorkomen of echt doelpunten maken. Daar hebben we vandaag te weinig kwaliteit in laten zien. Vorige week zagen we een heel ander jong Sparta dan we normaal zien. Heel erg eigenlijk terug naar je eigen helft toe, de tegenstander laten komen. Was het de bedoeling om dat vandaag ook weer te doen? Nou ja, je gaat een balans zoeken van wat past bij deze groep en hoe komen we de spelers 1 voor 1 in hun kwaliteit terecht. Kijk, het is maar net hoe je dat een beetje ziet. Hè. Je kan het zien als van ze zakken heel ver in, maar we blijven gewoon gegroepeerd. Gezien ons verleden van dit seizoen, hè, de voorbereiding meegenomen en de opstart van het seizoen, hebben we dat even nodig. Even terug naar de basis en van daaruit maken we weer kleine stapjes. Jullie staan na 13 wedstrijden in de middenmoot van de tweede divisie. Jullie wonnen dan bijvoorbeeld van de Treffers, van Scheveningen. Maar spelen dan weer punten tegen IJsselmeervogels en TEC. Kan je die verklaring in de wisselvalligheid in jouw team verklaren? Ja, maar goed, als je wekelijks wisselt van team en eigenlijk ook weinig tot niet in dezelfde samenstelling kan trainen, dan dat heeft wel invloed op resultaten. Alleen waar het geen invloed op mag hebben, ofwel maar positiever op de individuele ontwikkeling van de spelers. En daar kijken we vooral naar. Wij denken dat van daaruit ook het resultaat met zich meebrengt. Dus dat is wel een verklaring, denk ik. Volgende week gaan jullie op bezoek bij VV Katwijk. Veel succes dan weer. Dankjewel, mooi pot weer.